Graag stellen we aan u voor de prijswinnaars van ons wijnconcours van dit jaar. Met een enorme hoeveelheid mooie wijnen die ingezonden zijn. Ja. Dus flink puzzelen op welke wijnen we moesten gaan laten winnen. Met uiteindelijk 101 favoriete wijnen. Net eentje meer dan we normaal 100 favorieten hebben. Maar het blijft altijd puzzelen en daar kwamen we op uit. Het komt onder andere door dit thema. Hè? We hadden een heel mooi thema, denk ik, speciaal thema. Dat doen we elk jaar. En dit jaar was dat wijnen van vulkanische terroirs. We hadden ook een hele lijst met mogelijke herkomsten opgegeven. Ja, om te voorkomen dat er dat dubieuze inzendingen zouden echt komen. Het moet vulkanisch zijn natuurlijk. Ja. Hè? Maar hier ik moet zeggen, iedereen heeft zich er netjes aan gehouden. En hier kun je niet over twijfelen. Dit komt van de Vesuvius. Nee, absoluut. Vesuvio. Laat je maar Christi del Vesuvio. Ja. Dus dat is in het, jij zei het natuurpark van de Vesuvius zelfs. De producent is Casa Settaro. Maar de wijngaarden, dat ligt aan de kust. Maar de wijngaarden liggen in het nationale park, heb ik me laten vertellen. En de druif is Capri. Tonen. Dat schijnt afgeleid te zijn van het Italiaanse woord voor geit, capra. Ja. En er gaat zelfs een verhaal rond dat de tros van deze druiven zo gevormd is dat het lijkt op de baard van een geit. Prachtig. Dus, en dat geeft ook lekkere wijn. Het geeft heerlijke wijnen, ja. Want dit zeker. Is dus vulkanische wijnen, hadden we gezegd, onder de 30 euro. Onder de 25 euro. Onder de 25 euro, oké. Okay, ja. Ja, dus we hebben het in twee gedeelten opgesplitst om het weer eerlijk te houden. En dit is onder 25 euro. Ja, dus... Munzanai heet deze cuvée, 2021, Lacrima Christi del Vesuvio. Het wordt verkocht door Karakter Wijnimport in categorie 7. En een prachtige winnaar, denk ik. Heel origineel. Origineel, heel bijzonder. Gefeliciteerd. Ja.